echt fantastisch dit. Ik heb een pakketje binnengekregen. Hier zat ik echt op te wachten. Nou, ben je juffrouw Gat? Zo, ik heb net tv gekeken. Nu gaan we een spelletje doen. Ik laat even stiekem mijn kaarten zien. Maar auw, ik vind het even niet leuk op dit moment. Ik heb het niet zo naar mijn zin. Goedemorgen, het is woensdag. Ik ben me aan het aankleden. Sarah is beneden aan het ontbijten, die is verder aangekleed. En we mogen zo alweer naar school. En het ziet er best wel goed uit. Het is droog, niet heel grauw, dus ik heb goede hoop voor vandaag. Sarah zit lekker op school en ik ben gewoon echt aan het genieten van naar huis lopen. Het is zulk lekker weer, het zonnetje komt lekker door, het is niet te koud. En dan echt te bedenken dat een paar dagen geleden hier gewoon zo'n pak sneeuw lag. Ik vind het zo bizar. Dus ik heb gewoon zin, als het droog blijft, dan laat ik gewoon weer naar school te gaan lopen. Echt fantastisch dit. Gelijk voordat ik het vergeet, de outfit van vandaag. Ik had deze jas aan van Warehouse. Mijn trui is ook van Warehouse. En dan heb ik deze broek aan van Mango. Deze is trouwens ook echt fantastisch. Die is flat van onder en guess sneaker watches. En vandaag heb ik deze tas van Michael Kors erbij. Ik heb een pakketje binnengekregen. En hier zat ik echt op te wachten. Ik heb twee dingen besteld. Allereerst heb ik deze besteld. Die is van Charlotte Tilbury Legendary Lashes. En dat is... Even kijken. Mijn nagels gebroken, dus ik krijg niks open. Elke keer word je helemaal... Ik val maar goed. Deze mascara. En ik heb echt niet zoveel mascara's meer. Dus ik moet echt bijvullen. En mascara's zijn natuurlijk allemaal anders. Dit borsteltje is zo. En ik hoor altijd super goede verhalen over deze. Alleen ik heb nu al mascara op. Dus ik denk dat ik hem morgen even ga uittesten. Hij ziet er wel echt super mooi uit. En het borsteltje ziet er goed uit. Dus ik ben benieuwd. En ik had nog iets besteld. En dat zit in dit doosje. Dat is deze. Deze van Ted Baker. Ik wilde heel graag een kleinere portemonnee. Vroeger had ik altijd heel veel pasjes en alles bij me. Maar dat heb ik tegenwoordig in de app staan. Dus ik wilde een kleinere portemonnee. Zodat ik mijn portemonnee gewoon mee kan nemen in kleinere tassen. Want eigenlijk pak ik mijn kleine tassen te weinig. Omdat die portemonnee er dan niet in past. En dat vind ik zonde, terwijl eigenlijk die portemonnee helemaal niet zo groot hoeft. Dus ja, ik vind hem echt heel leuk. Ik ga hem ook gelijk even inrichten. Ik vind dat altijd wel een ding, je portemonnee weer indelen. Want ik ben dan anders altijd alles kwijt. En ik ben altijd echt een roodje met mijn portemonnees. Dat alles gewoon vindbaar moet zijn. Dus dat ga ik gelijk even doen nu. Ik heb hem wel ingericht, dus echt super fijn. En echt, als je dit verschil dan ziet tussen deze twee. En deze is natuurlijk nu leeg, die bovenste. Want die staat normaal veel boller. Deze is nu even bol als deze leeg. En deze zit echt helemaal vol. Dus deze is normaal echt zo. Dus ja, dit gaat wel flink schelen. Kijk, dit vind ik dus echt top. En zelfs mijn camera kan hier ernaast. En mijn telefoon kan erin, alles kan erin. Ik heb zelf weer gezellig uit school gehad. Ja, en natuurlijk. Ja, zo mist het tandje weer. Ja. Je hebt weer een gat. Maar dan ben je niet meer juffrouw Wiebeltand. Ja, jee. Nou ben je juffrouw Gat. We zijn nu onderweg naar huis. Gaan we even lunchen. In ieder geval, ik heb net al wel wat gegeten, want ik had heel erg honger al. Deze dame gaat sowieso even eten. En dan gaan we even een momentje gewoon lekker samen hebben. En ik moet straks ook de deur uit, dus dan wil ik... Ja, voor je spiegel. Ja, maar dat vertel ik zo allemaal wel. En dan komt Marco vroeg uit zijn werk. Die is dan met Sarah. Ja, klopt. Sarah heeft net gegeten, dus we gaan even een aflevering Glee kijken samen. In ieder geval deze afkijken. En dan gaan we kijken of we nog even een spelletje gaan doen. Ja, en kijk, Annabelle is leuk aangekleed. Oh, ja, ik vind de Mayo over de kleren niet heel charmant. Oh ja, hij is al begonnen.
Ik heb net tv gekeken. Nu gaan we een spelletje doen. Ik laat even stiekem mijn kaart zien. Ik zal niet kijken. Als jullie het nog goed zagen, ik heb deze. En ik heb deze. Ja, heel toevallig. Oké. Zin erin, mama? Hi. Hi. Ja, een gat nog. En ik heb 50 cent van de tante gekregen. Ik moet de deur uit, maar Marco redde hem niet. Dus die heeft hem niet geregeld. Dus je blijft even zeggen. Oh, ik zit er helemaal in cellen. En ik ga de deur uit. Ik ben onderweg. Ik ga naar de dokter. Ik heb een dubbele afspraak. Want ik kreeg 3 maanden geleden mijn bevolkingsonderzoek binnen. En ik wist dat ik in deze periode ook mijn spiraal moest gaan vervangen. Dus toen dacht ik, laten we heel handig zijn, aangezien dat allebei op dezelfde plek zo'n beetje moet, om een dubbele afspraak te maken. Dus dat ga ik vandaag doen. We hebben expres voor nu gekozen, omdat je anders 3 maanden van de tijd van je spiraal afhaalt. En ja, het is niet echt een fijne ingreep, dus hoe langer je zit en hoe minder vaak je natuurlijk in verhouding dan moet. Dus dat vond ik een beter idee. Dus dat ga ik nu even doen. Normaal neem ik Sarah vaak mee naar dingen, maar hiermee had ik echt zoiets. Hoeft niet helemaal. Het is denk ik niet het leukste om bij te zijn bij je moeder. Al vindt ze het altijd mega interessant, maar misschien wil ze zich dan mee bemoeien of zo. Dus ik had zoiets van, dit keer ga je maar even niet mee. Plus dat je daarna best wel buikpijn kan hebben. En daar had ik ook niet heel veel zin in als het dan echt pijn doet. Dat weet ik nog maar 5 jaar geleden. Toen heb ik ook wel echt die dag, toen heb ik het 's ochtends gedaan. Heb ik echt die dag nog wel heel veel buikpijn gehad, heel de dag. En de dag daarna, 2 dagen daarna, nog wel een beetje napijn, maar niet meer zo super erg. Dus daar ga ik nu ook vanuit dat het morgen en overmorgen gewoon wel weer gaat. Maar voor vandaag heb ik wel geregeld dat ik echt niks echt meer doe. Ik heb geen verplichtingen meer staan. Marco komt dadelijk thuis. Die kookt ook en alles. En dan hoef ik me nergens meer mee bezig te houden. Oh, grappig. Ik zie hem rijden verderop. Dus hij is onderweg naar huis. Oké, ik ben klaar. Oh, ik heb zo'n buikpijn nu echt. Oh, ze rommelen natuurlijk. Omdat ik een dubbele ingreep had, rommelen ze er heel veel. Dus mijn buik echt doet pijn. Zeg maar. Dus ik ga nu naar huis. En dan ga ik lekker op de bank liggen en heel weinig doen. En morgen gaat het sowieso beter dan vandaag. Anders is het niet goed. Maar we gaan er gewoon vanuit dat het goed ging. Want het ging allemaal gewoon zoals het moet. Letterlijk alles ging soepeltjes. Dus dat scheelt. Maar auw. Ik vind het even niet leuk op dit moment. Ik heb het niet zo naar mijn zin. Ik ben thuis en al eventjes. Mijn pijpjes gaan een beetje weg. Ja. Ik ben de tafel aan het dekken. Goed. En ik heb mijn jas aan omdat ik morgen netjes heb gedaan. We eten hier. Lies is trouwens ook nog. Nee, een bier. Ik heb nog steeds. Ja. Dat blijft ik nog wel even, schat. Je hebt hem er ook uitgetrokken. Hij is er niet uitgevallen, zeg maar. Wat je het aan de Lies laat zien? Ja. Je gat. Maar Denise is er niet nog steeds, is er alweer. Want wilde mijn oven van mijn oven gebruik maken. Want die van haar is kapot en ze wilde iets uit de oven eten. Dus die is er ook nog. Pizza's klaar. Eet smakelijk dan. Kijk, Denise heeft pizza. Daar ben ik. Daar ben je. En ik wil echt gewoon niet bewegen, maar ik zal toch even rechtop moeten zo met eten. Eet smakelijk! Doei! Vanavond mag ik lekker deze van mezelf leeg gaan eten. Ik heb nu dus echt heel de avond tv gekeken, serie gekeken, thee gedronken, chips gegeten. Ik heb zelfs mijn telefoon bijna niet aangeraakt. En nu ga ik naar bed. Ik heb nog steeds wel echt flinke buikpijn ervan. Maar met pijnstillers gaat het enigszins. Kan ik hiervan normaal praten en lachen. En ik hoop dat het morgen weer een stuk beter gaat. Meestal gaat het wel vrij snel weer beter. Ik moet gewoon even herstellen. Dus daar gaan we voor nu vanuit. Ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken.
Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!